Vanochtend heeft de wethouder Van den Berg bij een ontbijt gezeten. Vandaag staat er iets anders op de planning. Klopt, we zijn bij de korfbalvereniging Hellas. We zijn uitgenodigd hier om een spandoek te gaan onthullen. Om aandacht te vragen voor ouders, pleegouders. Ja, om voor kinderen pleegouders. Ja, waarom is er gekozen voor een spandoek? Nou, omdat ik zelf voetbal. En als ik zie in mijn elftal bijvoorbeeld, toen ik een kleine jongen was, maar nog steeds, ik ben nu 28, als mijn ouders komen kijken, vind ik nog steeds fantastisch. En het aanmoedigen, en het heeft gewoon een binding. En sport verbindt. En als kinderen dan ook een pleegouder langs de kant hebben staan, dat is gewoon heel belangrijk voor de ontwikkeling. En ja, waarom vinden we dat gewoon echt een warm uitdragen? En we zijn blij dat we bij de korfbalvereniging Hellas daarvoor een spandoek mogen onthullen. Ja, benieuwd wat de pleegouders daarvan vinden. Ja, mevrouw, wat vindt u daar nou van dat daar vanavond een spandoek komt? Ik vind het geweldig, want er is gewoon een grote nood. En pleegouders zijn hard nodig. En dat hoeft niet eens altijd fulltime. Het kan ook een weekend zijn, het kan vakantie zijn. Wij zijn zelf altijd langdurig pleegouder geweest, tot op heden. En het is geweldig om te doen. En soms is het heel moeilijk, maar ons motto is bidden, werken en humor. En die drie maakt dat je het heel lang volhoudt. Hoe lang doet u het al? Bijna 34 jaar. Dat is een hele poos. Ja, zeker. We hebben 6 pleegkinderen gehad. En eigenlijk altijd langdurig. En nu hebben we nog een jongen. En die krijgt begeleid wonen. En daar is het wachten op. Maar we doen het met heel ons hart. Want hoe is dat nou om pleegkind of pleegouder te zijn? Je krijgt op een gegeven moment een band met zo'n iemand. Moet je dat dan ook weer loslaten? Nou ja, dat was natuurlijk het voordeel met langdurige pleegzorg. Want crisis, dan zijn ze maar een paar maanden of tot anderhalf, twee jaar. Het is uiteindelijk zo. Wij zeggen een pleegkind. Er zei ooit een keer een pleegkind tegen mij. Ze zeggen op school dat ik een pleegkind ben. Dat klinkt heel negatief. En toen dacht ik, oh, wat moet ik nou zeggen, hè? Toen heb ik echt even een schietgebedje gedaan van, oh, hoe moet ik nou zeggen? Toen nam ik hem op schoot en toen zei ik tegen hem, weet je, een pleegkind is eigenlijk een heel verwend kind. Want die heeft 2 vaders en 2 moeders. En wat je als pleegouder nooit moet doen, je moet nooit willen oogsten. En je moet de plaats van ouders, die moet je ook zo houden. En er komt een kind niet in loyaliteitsconflict, want dat is heel vaak aan de hand. En één dingetje, één pleegkind van ons die nu nog is, die heeft zwakbegaafde moeder met een IQ van 60. En ik heb nog nooit zo'n medewerkende moeder gehad. Geweldig. En dankzij haar is deze plaatsing zo succesvol. Mooi verhaal, dank u wel. Graag gedaan. Hoe is dat voor u om pleegouder te zijn? Ja, ik sluit me aan bij wat Irma zegt. Ik vind het fantastisch. Het is een... Het is mijn missie. Dus, ja. Ja, voor de mensen die misschien pleegouder wil worden, waar kunnen zij zich aanmelden? Zij kunnen zich aanmelden bij Pactum, hier in de regio. Of gewoon op de site iets zoeken. En dan kun je bellen naar Pactum of een andere organisatie. En dan verwijzen ze je wel verder door. Want je moet wel een cursus volgen. Ja, ik wilde vragen, zijn er nog verschillende dingen voor nodig? Dat je wel of niet een pleegouder mag worden? Je krijgt wel een cursus aangeboden en er wordt natuurlijk wel een gesprek met je gevoerd. Omdat het wel belangrijk is dat je wat vaardigheden hebt. Maar ja, ze zoeken supergewone ouders. Dus ook supergewone ouders zijn van harte welkom. Nou ja, ik hoop door middel van het spandoek en deze speciale week dat daar veel pleegouders komen. Ja, dat hoop ik ook zeer zeker. Ja. Dank u wel.